Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet in de nacht naar een museum gaan? Dat kan op 14 oktober en vandaag zit ik met Natasha Risti en ze gaat me alles vertellen over museumnacht. What made is a little Q-Time. Vandaag zit ik met Natasha. Natasha is van het museumcollectief. Jawel, klopt. Dus misschien kan je me net kort even vertellen wie je bent en wat het museumcollectief inhoudt, want dan gaan we daarna direct door naar museumnacht. Oké, ik ben Natasha Risti en ik zit namens het Koto Museum in het museumcollectief. En zoals we weten zijn er verschillende musea in Suriname en samen vormen ze dus het collectief. En vanaf 2014 organiseren ze dan samen museumnacht. Nice. En van waar het idee om een museumnacht te doen? Want ik bedoel van Surinamers in general in de nacht op straat gaan, met de historie bezig zijn. Goed idee. Ja, het is een heel leuk idee. Mm-hmm. Het is eigenlijk een initiatief dat gestart is door de Council of Museums. Mm-hmm. International Museums en in het buitenland doen ze het al vanaf 1977 en normaliter gebeurt het op 18 mei. Oké, maar wij doen het op 14 wij oktober. Wij doen het op 14 oktober dit keer. De voorgaande edities zijn wel in mei geweest, maar vanwege de uitbraak van COVID hebben we dus 3 jaar geen museum naar georganiseerd en van het jaar hadden we zoiets van We doen het gewoon en we doen het in oktober. Ja, kan gewoon. Yes. Yes. Oké. Wat moet ik me dan voorstellen bij de museumdag? Want ik zelf ben nog nooit geweest, ik heb erover gehoord, maar word ik opgehaald en gaan we op een museumtour midden in de nacht? Of moet ik gaan naar waar ik denk dat een museum is of zo? What's gonna happen? So, wat er gebeurt, ik start alvast met het thema. We hebben elk jaar een thema. Mm-hmm. En het thema dit jaar is hoe wij hier samenkwamen. En dat is dus de tweede regel van het eerste couplet van ons volkslied. Mm-hmm. En het idee erachter is dat wij allemaal, de verschillende bevolkingsgroepen, hier in Suriname zijn gekomen, gebracht, gehaald, geroofd. Precies. Ha. En samen vormen wij dus Suriname. Mm. En het thema van dit jaar dus staat dus daar in het licht daarvan. Wat er dus gebeurt is op 14 oktober gaan alle deelnemende musea en instellingen gaan daar open vanaf 6 uur in de vooravond. Mm. En de meeste gaan door tot 12 uur 's avonds. Toegang is gratis. En los van hun... Even, je hebt gratis, zo zacht gezegd. Toegang is gratis. Nee, toegang is gratis. Ja, toegang is gratis. En in het licht van het thema gaan dus alle deelnemende organisaties iets doen ermee. Bij bepaalde musea heb je tentoonstellingen. Je hebt optredens, bepaalde hebben een interactief karakter waarbij mensen dus mee kunnen doen. Dus er zijn heel wat activiteiten en dat is het zo'n beetje. Wat ik wel wil zeggen is dat men de Facebookpage vooral moet blijven volgen omdat de updates daar komen per deelnemer voor wat het programma betreft en de routes en de adressen die komen dan ook op de Dus je page. Gaat de musea's af volgens een bepaalde route? Ja. Zijn er zoveel musea's? Voor dit jaar zijn er 13 deelnemers. Ja, 13? Er zijn 13 deelnemers. En zou je het zeggen, geografisch bekeken, heb je bijvoorbeeld op Noord heb je Clevia Park die meedoet, de Volksacademie die meedoet. En die zitten dus op Noord. En in Paramaribo heb je bijvoorbeeld het Joods Museum, Koto Museum. Ja, Joods Museum. Het Numismatisch Museum. Wat heb je nog meer? Het Surinaams Museum. Fort Zeelandia heb je ook. Ja, okay. Er zijn een heleboel. En ReadyText doet ook mee. En G-Art Gallery doet ook mee. Dus
je hebt dan op verschillende, in verschillende gebieden heb je dan een paar die meedoen. Mm-hmm. Weet je, dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van oké, ik ga naar Clivia Park, maar ik ga ook naar Volksacademie bijvoorbeeld. Omdat ze op één route zijn. Zo. En ik kan er allemaal gaan als ik ga, maar ik kan ook gewoon kiezen welke ik uitkies. Een belangrijke vraag, is er een leeftijdsgrens hier aan verbonden? Of nee, er is geen leeftijdsgrens aan verbonden, nee. Iedereen mag. Iedereen mag, dus je mag je kinderen meenemen, nichtjes, neefjes, neem iedereen mee. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Nee, klinkt echt als een super interessant ding, waar je gewoon meer over het land kan leren kennen. En op een hele spannende manier, because it's in the night. Dus ja. Ik zou zeggen, gewoon meedoen. Gewoon meedoen. Ja. En de sfeer is ook anders. Weet je, in de avond heb je dan verlichting op verschillende plekken. Het heeft gewoon een andere vibe. Nee. Het heeft een andere vibe. Heel leuk. Nee. Ik vind het super leuk dat jullie dit organiseren. Je ziet er trouwens super prachtig uit. In Kotto representing het Kotto Museum, als ik het goed heb. Thank you. Heel veel succes met jullie museumnacht. En ik denk dat ieder die kijkt, zou moeten gaan, want je kan op een hele leuke, interactieve manier, als je dat wil natuurlijk, meer te weten komen over hoe wij hier ook samenkwamen. Ja. Yes. Natasha Risti, bedankt voor het komen. Ik vond het een heel prettig gesprek. Ik vond het ook leuk om naar je te kijken hier in je mooie Kotto. En nogmaals, heel veel succes met de museumnacht. Jelena. Ik heb het geoefend, ik heb het onthouden. Heel hartelijk dank voor de gelegenheid geboden om in jullie programma het evenement te promoten. En dat stellen we heel erg op prijs. Thank you very much. No thanks, girl. It was our pleasure. Because we're cute timing, okay? En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Op 14 oktober organiseert het collectief, het Museum Collectief, Museumnacht 2023. En iedereen is welkom om te gaan. Er zijn een aantal musea's die meedoen. Volg de Facebookpagina voor alle updates, want de routes worden uitgezet, want het is op verschillende locaties. De entry is gratis. Er is niet per se een leeftijdsgrens. Het start vanaf 6:00 PM, so it's gonna be like a night at a museum vibe. Ik zou zeggen, ga jullie allemaal en get educated. Het thema dit jaar is hoe wij hier ook samenkwamen. En hoe mooi zou dat zijn als wij niet kunnen, of nog beter zouden kunnen weten, hoe wij hier ook samenkwamen. Bedankt voor het kijken. Remember, your time plus my time. It's cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.